ايه وهد ابراهيم واي واي ايه اخت مانو واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخي تي بيتاج واي واي خين بيت فور واي واي ايه في خندور واي واي براي فلوخس Jawel, jawel, man. Hier zijn we weer. Jawel, 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 mensen. Hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Sowieso, voordat we verder gaan, vergeet niet te abonneren. Klik er gelijk even op, ook even op het belletje. Vandaag, Willem, wat gaan we vandaag doen? Sparta. Tegen? PSV. Tegen PSV. Dit hebben wij nog nooit gedaan. Vandaag gaan wij met Sparta. En normaal gesproken volgen we één speler. Maar dit keer gaan wij een hele team volgen. En ik ben benieuwd hoe ver ze het gaan schoppen. Ja toch, Willem? Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte, 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 echte... Abonneren! En wij geven iedereen alleen maar... Vrienden! En wij zeggen altijd... Presentaat! Vind je dat echt grappig? Vind jij dat echt grappig? Ja. Mensen, alleen maar liefde, aardig versie. Love naar jullie. Nu is alles boven water, alsof je snakt naar adem. Ik zie je wel later, wie zegt dat ik er later ben. Ik weet dat ik er klaar voor ben, ik moet het maken, Mattie. Daarom ben ik vaker hier, mijn money wil ik laten zien. Ik wil zorgen, ik had. Weet je waar ik stond in die tijd? Iedereen doet dom in de nacht. Zo van op een dag ben ik rijk. Laat je niet breken en laat ze niks weten. Alles goed, jongens? Ja, goed, man. Hey, ik werd ineens, moest ik naar Eindhoven komen. Het schijnt een belangrijke wedstrijd te zijn. Oh nee, kom eens terug, hallo. Hey, maar mogen wij een dagje met jullie meelopen? Ja. Ja? Oké, nou laten we gaan. Ik volg jullie. Nee, joh. Ik ga dat even fixen. Ik kom zo naar jullie toe, jongens. Heel veel succes, heel veel plezier. Dank u wel. Alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Ja, oké, zo. Jongens, dit is een serieuze wedstrijd. Deze jongen, dit kan toch niet, jongen? Het is een serieuze wedstrijd. Ze spelen tegen PSV. Het is een hele belangrijke wedstrijd, Dan. Maar in ieder geval, loop mee. We gaan even in de kleedkamer. Kom, let's go. Nou, jongens, ze zijn zich een beetje aan het voorbereiden hier. Zoals ik al zei, de video gaat voornamelijk over dat je gelooft in dat je alles kan bereiken. Dus, ja, je voelt wel een beetje die spanning hier opkomen hier zo. Ze zijn een beetje grapjes met elkaar aan het maken, maar... Het is ook bijzonder dit. Maar ik moet jullie wel zeggen, ik heb echt bewondering voor jullie. Dat meen ik oprecht. Ik respecteer jullie echt enorm. Want ik begin steeds vaker te zien wat het is om de top te bereiken, weet je wel. Jullie zijn allemaal jullie dromen en de hele omgeving verwacht maar voor jullie dat je zomaar even profvoetballer wordt. Maar ja, er zijn miljoenen mensen die graag in jullie schoenen willen staan. En het geeft je nooit zekerheid om het te halen. Maar het is wel fantastisch om te zien dat jullie er echt alles aan doen. En wees bewust van dat jullie echt een... Ja, voorbeeld zijn voor veel kinderen, jongeren, ook wel volwassenen. En dat is in ieder geval wat jullie vandaag moeten laten zien, dat als je iets wil bereiken, nou, dat je daar in ieder geval alles aan doet. En als het niet lukt, dan moet je in ieder geval tegen jezelf gezegd hebben dat je er alles aan gedaan hebt. Dus als we dat al laten zien, dat is eigenlijk al een winst. Dus voor mij, en ik denk, ik weet het bijna zeker voor de kijkers ook, natuurlijk is het extra mooi als we winnen, maar het gaat er vooral om van, hey, wat doen jullie eraan om die winst binnen te halen? Dus wees vooral jezelf straks. Ga geen gekke dingen doen of wat dan ook. Maar één ding, ga geen 90% geven. Want dan wint PSV sowieso. Dus ik denk sowieso minimaal die 101%. Zullen we dat afstemmen met elkaar? Ja. Oké, en kijk eens, ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. Dat is ook niet belangrijk. Maar kijk, check die ogen van al die spelers. Succes, jongens. Dank u wel. Vandaag is niet het moment dat je kansen creëert. Vandaag is het moment dat je van een halve kans een goal moet maken. Dat is hetgeen wat we vandaag nodig hebben. Die intrinsieke motivatie, 100. Niet lager. Is hij niet 100? Geen enkel probleem. Scheids. Wissel. Geen enkel probleem. En dat ligt misschien niet aan jou, dat kan, hè. Misschien de druk is te hoog. Hé, hey, want jullie zijn ook nog maar 13. Hé, hey, maar er wordt vandaag wel wat gevraagd. Het is een verdomme Champions League finale. Alles moet kloppen en dat dwing je zelf af. Halve kans moet misschien 1 of zelfs 2 goals worden. Dat is de druk die je vandaag krijgt. Heerlijk, man. Heerlijk. Ik kan ervan genieten. Maar dan merk ik misschien ook een beetje. Maar het mooiste waar ik echt van ga genieten, is van jullie. Het is straks van jullie in het veld.
Het is van jullie. En als jullie met deze intentie en dit gevoel ook straks het veld ingaan, met een fantastische trainingsweek, nou, zit er niet anders op dat we ze gaan killen. Mannen, wat gaan we nou doen? Boys, walking lunches, vooruit, Felipe op achteruit. Jij bent warm voor zometeen, vriend. Waar sta jij normaal gesproken? Op middenveld. Ja, dit is geen grap hoor. Nou. Ziet er goed uit? Mijn haar zit goed. Dit is wel een speciale wedstrijd. Ja, heel speciaal. Echt een hele speciaal. We proberen de jeugd zodanig op te leiden dat het individu voorop staat. Alleen, ja, je moet ook rustig bekijken. Wij zeggen wel, ranglijst is niet belangrijk, maar in dit geval is dit ook ontwikkeling. Een stukje druk bij de spelers. Ja. Heel interessant om te kijken hoe ze hier vandaag mee omgaan. Ja, want je hebt ook voor gekozen dat wij gewoon vandaag mee mochten lopen. Ja. Nou, zij zien natuurlijk de camera en noem maar op. Ja. Dat kan ook een bepaalde druk opleggen. Zeker, en ook bewust. Bewust voor gekozen. Dus hoe gaan deze jongens straks mee om als ze profvoetballer zijn? En er worden een aantal dingen in social media geschreven of op tv-groep of in tijdschriftengroep. Hoe gaan deze jongens mee om? Positief of negatief? De jongens zijn 13, dus ik denk dat het ook bij de ontwikkeling wordt. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ja. Vind je het leuk, Willem? Ja. Ja? Is voor ze lief? Hij is een echte? Echte man. Echte man. Wie is het? Sparta. Goed zo. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Ja, morgen. Mijn eigen allebei thuis shirt, allebei rood en wit is. Toch Sparta. Ja. Nou, ze weten allemaal van zichzelf dat ze talent zijn. En we zien natuurlijk ook wedstrijden van Barcelona die op een gegeven moment van Liverpool Champions League verliest om door te schakelen. En ze geven dat ook gewoon aan van, het is voor jullie een soort van Champions League. Dus we leren nu al, op een bepaalde manier, met die druk omgaan. Maar ik stijg wel een beetje. Hè? Ja toch? Ik stijg wel een beetje, maar we moeten er moois van maken. Ja, in ieder geval alles geven. In ieder geval alles geven. Ja, we stoppen er heel veel uren in, heel veel energie in, maar uiteindelijk krijgen we ook heel veel voor terug. Ja. Ja, dat is toch wel iets wat waarin je ziet dat je het niet voor niets doet, zeg maar, snap je? Ja. Dat de ontwikkeling ook echt terugkomt. Klopt, want ik merk gewoon, heel veel gasten denken, oké, trainen zijn bij Sparta is leuk. Is het ook. Mm-hmm. Maar ze weten in de half niet hoeveel tijd het kost, weet je wel. Er zit veel meer in dan je denkt. Ja. Natuurlijk zit alleen de mooie momenten, maar ook het moment dat je in de regen staat. Dat je, vanochtend stond bijvoorbeeld in de hagel. Ja, dat zijn momenten dat, zijn ook momenten dat je er gewoon moet staan voor de groep, weet je. Ja. Dat je gewoon er alles aan moet doen om eruit te halen wat erin zit. Ja. Dus gaan we iets moois van maken. Leuk man. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Succes! Oh! Heerlijk man. Heerlijk, man. Kijk, jij hebt me al vies gemaakt. Kijk, ben je... Mag. Goed zo, jongen. Tuurlijk. En lekker gaan lopen. Succes. Ja. Kom weer dan. Ja. Nee, het anders loopt zo. Nee, ik kan nog niet. Jawel, kom even. Ja, man. Nou mensen, ze zijn al begonnen. Maar deze koekenbakker, die moest de hele tijd wachten. Kom. Het is wel echt een lastige opgave dit hoor. Zou het lukken of niet? Gewoon zaakwaarnemen hier hoor. Gewoon tijdens de wedstrijd zit deze jongen gewoon te bellen. Nee, ik mag wel gaan voetballen, ja. Waarom dan? Ik mag wel gaan voetballen. Ja, goed.
Ik had geen man, mag gewoon ballen. Wie is dat? Bilal, wie is dat? Gaat eens. Oh. Wat zei je? Ik heb mijn mag ontballen. Ik heb al 10. Ik ga weg. Brian Vlogs. Ja, prachtig. 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 Schiet daar, joh. Jammer. Bidder, schrijf je dan? Ja. Voor naar wie schrijf je dat? Ik mag maar gewoon staan. Voor wat? Van een voetballer. Oh, wil je... Schijt. Oh, jij wil voetballen morgen? Ja. Maar, oké. Okay. Maar moet jij niet even op die wedstrijd gaan letten? Ze zijn niet allemaal bezig, Bilal. Nee, maar morgen. Ik mag maar gewoon staan. Hè? Ik mag gewoon staan. 2, 5. We gaan nu weer naar binnen. Lastig, moeilijk. Maar goed, Bilal is nog vrolijk. We blijven nog positief. Ik ben benieuwd naar wat de trainer gaat zeggen. 35 minuten. Alles is mogelijk. Geloof me, alles is mogelijk. Als er eentje nu tegen mij zegt het is niet mogelijk, geen enkel probleem, ga ik je hand schudden, haal ik je eraf. Alles is mogelijk. 35 minuten. Maar wel volle bak. Volle bak met verstand. Yes, kom maar. Kijk, dan kan die linksback uit. Ja, weet ik. Hij steekt hem heel. Ik denk ook, ja. Ja, dat is wel wat gezegd. Ja, Sparta. De morgen is Sparta kampioen. Ik dacht dat was Sparta. Spartane is de kampioen. Sparta, Sparta. Sparta de kampioen. Sparta, Sparta. Sparta is de kampioen. Meneer, vraag het heel goed. Er gaat de Sparta kampioen. Wat gedenk deze zee. Go, 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 boy! Ja, klasse, Bilal. Jou, prima. Ja, prima hoor. Kijk eens, kijk eens. Ho, zo. Go, boy. Ga gooien. Hey, ik zeg jullie heel eerlijk. Sparta is wel lekker aan het voetballen nu, hoor. Bijna. Gooien! Sparta heeft verloren, hier bij het PSC. We gaan nu de kleedkamer in. Ik ben benieuwd hoe de sfeer is. Oké, jongens, helaas is het scenario 1 geworden. Maar ik ben wel super trots op jullie. Super trots. Niet zozeer dat je vandaag hebt verloren, maar dat we eigenlijk in het voetballende stuk, wat we vanaf dag 1 eigenlijk hebben ingezet, dus de ontwikkeling van jullie, ja, daar hebben we echt stap in gemaakt. Je ziet het ook met vlagen echt terugkomen. Dat het niet heeft geresulteerd heeft in het feit dat we de Eredivisie hoog spelen. Kijk, dat is een feit. Je krijgt straks na de winst op een andere doelstelling. Zit dan in laag. Ja, dan komt het voetballende stuk komt echt aan bod. En daar gaan we echt stappen in gaan maken. Maar de stappen die we nu hebben gemaakt als team. In het voetballende stuk. Ja, daar ben ik wel trots op. Daar kunnen wij echt wel trots op zijn. Voor de rest deze verwerken. Dit was één van de scenario's. Ja, dat wordt ook bij voetbal. Hoe ga je hier uiteindelijk mee om? Dat bepaalt succes. Hoe ga je met deze teleurstelling om? Lekker douchen. We gaan elkaar maandag weer zien. Yes? Heren, als ik heel even mag. Ik wil jullie oprecht bedanken dat wij hier bij jullie mochten zijn.
Ik hoop dat jullie nog een klein beetje konden genieten van dat Bilal en ik hier waren. En, maar echt diep respect. En de eerste 10 minuten van de tweede helft hadden ze toch even vrij lastig. Jullie laten duidelijk aan de kinderen eigenlijk zien dat je gewoon voor je droom gaat. Ja, en soms lukt het niet. Ja, dan moet je je doelen bijstellen. Nou, nu de tweede periode ga je ook je doelen bijstellen. En dan hoop ik, en dan ga ik eigenlijk vanuit dat jullie heel veel zullen gaan leren. Heel veel gaan ontwikkelen. Ja, en denk ik dat we het met z'n allen nu mooi kunnen afsluiten. Toch, Bilal? Ja. Ja, ben je eens? Wil jij nog wat zeggen tegen de jongens? Morgen voetballen. Oh, jij gaat morgen voetballen. Ja, ja. Bilal gaat morgen voetballen, jongens. Wat zeg je? Morgen aansluiten. Oké. Ja, morgen misschien. Hé jongens, een applausje voor jezelf. En wij gaan elkaar ongetwijfeld weer zien binnenkort, toch? Ja. Tenminste, als ik nog welkom ben. Ja. Yes? Alleen maar liefde, boys. Als jij kan proberen uit te leggen wat je vandaag geleerd hebt. Wat is dan dat je denkt, vandaag dit heb ik geleerd? Mijn druk verdedigen heb ik geleerd. Ik heb dat ik de eerste 10 minuten de bal moet hebben aan de voeten. Maar waren aardige momenten dat ook gelukt was. Ja. Ja, ze hadden echt wel moeite met je. Kleinste van het veld gewoon, moet je kijken. Ja? Dit is eventjes... Maar je kan het wel weer omzetten. Ja. Dus tweede periode ga je voor aan de bal. Wat zou jij de kinderen en jongeren mee willen geven? Doe je best op school. Als je iets wil, kan je het bereiken. En doe er alles voor. En blijf het lief voor je ouders, voor je familie. En veel succes. Hoe oud ben je? 13. 13 jaar, hè? Dat zegt een 13-jarige. Dat je het even beseffen, hè? Hey, bro. Nee, maar je bent echt goed, man. Dank je. Dat meen ik oprecht. Het is niet om slijm of wat dan ook. Je zag ook dat ze er moeite mee hadden. Hè? Het was helaas niet genoeg. Ik denk vooral de eindstuk, zeg maar, wat lastig was. Maar je ziet het spelletje, je probeert echt wat te combineren, je maakt je actie. En je bent echt een leider. Dank je wel. Maar wat vond jij tot nu toe ervan? Zeg maar deze wedstrijd? Ja. Ja, we probeerden te winnen, maar dan kom je gelijk op 1-0 achter. En dan daarna 2-0, daarna scoor je in het buitenspel. En dan is het eigenlijk al, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Dan wil je gaan aanvallen, maar ja, dan lukt dat niet. Ja. Grote verdedigers. Ja. Ik ga jou zeker volgen. Hoe kunnen mensen op jouw Instagram? Je ziet het doorheen. Hey boys. Wat is mijn Insta? Daniel Hansen, laagstreepje. Zeker volgen. Ja, bro, ik zag daar een paar krapachtige dingen, hoor. Hè? Of ben je echt heel erg teleurgesteld nu? Ja, sorry. Hij is nog een jaar jonger, hè? Wat heb jij geleerd, zeg maar? Dus niet technisch, dus niet tactisch, maar meer mentaal. Eindjes is mentaal. Als je wil, moet je ook pakken. Ja. Altijd je droom. Gewoon altijd doorgaan. Wat is jouw droom? Voetballen. Stofkeeper. Nee, maar je kan echt goed kiepen, man. Ik wens jou heel veel succes. Ja. En ik kan jou zeker blijven. Ja, kan je het weer omzetten? Ja. Hè? Dus gewoon weer omschakelen. Ja. Het is even pijnlijk. Zeker. Ja, toch? Ja. Maar... Okay. Komt er beter overheen. Ja, toch? Sowieso. En wat zou jij andere kinderen willen meegeven? Gewoon dat je goed voor je dromen moet gaan. Dat sowieso tegenslagen komen, maar je moet jezelf eroverheen zetten. Dat komt allemaal goed. Geen spel tussen te krijgen, bro. Succes, hè? Dankjewel. Dat zijn wijze woorden, hè? Mag ik jou Davids noemen of niet? Ja. Hé, hey, maar je stond volgens mij rechts bek als ik het goed zag. Ja. Maar een hakker, hoor. Tenminste, een hakker in positieve zin. En een stukje agressie in positieve zin. Dat mag ook bij jou. Dus wat dat betreft, ben je echt een David. Heb je met David wel eens zien voetballen of niet? Nee. Alsjeblieft, check hem op YouTube. Hij is met David. Hey, Edgar.
Hij is opkomend. Volg me op Insta. Wat is Insta? Jimmy. Ja. Laagstreepje Bundy 2. Brian Vlogs. Nou, hoe zie je? Zeg jij het of zeg ik het? Nee, ik wil jou graag het woord geven. Ja. Nou ja, weet je, het is een wedstrijd met een resultaat wat we niet hadden gehoopt. Wat ik al eigenlijk in de voorbespreking zei, er waren drie scenario's. Het is scenario 1 geworden. Maar wat ik ook in de kleedkamer zei, ik ben wel super trots op hen. Want als je kijkt wat ze in het eerste half jaar van het seizoen hebben bewerkstelligd in het voetballende stuk, kan ik alleen maar tevreden zijn. Als je ziet dat een aantal jongens persoonlijk gewoon een aantal stappen hebben gemaakt in de ontwikkeling. Ja, daar draait uiteindelijk wel de jeugdopleiding om. Alleen, ik vind dat opleiden ook gepaard gaat met het resultaat. En dan is het resultaat vandaag helaas ja, niet het resultaat wat we wilden hebben. Maar wat denk je dat ze eigenlijk na vandaag geleerd hebben? Omgaan met een bepaalde druk. Dus als ze straks profvoetballer zijn en er worden een aantal dingen weggeschreven in tijdschriften op social media, gaan ze wat van die jongens vinden. Mm-hmm. Nou, die druk hebben ze laten ervaren, wat het is om echt in finale te spelen. Nou ja, dat is wel wat ze vandaag hebben ervaren. Ik vind dat een aantal jongens er echt uitstekend mee om zijn gegaan. Laatste vraag. Wat zou jij de kinderen, jongeren mee willen geven? Ja, dat je altijd open moet staan voor ontwikkelen. En dat je wel dicht bij jezelf moet blijven. Op het moment dat je dicht bij jezelf blijft, dus authentiek blijft. Authentiek is eigenlijk heel dicht bij jezelf blijven. En dan ben je het sterkst. Ja, dan creëer je eigenlijk een veilige omgeving voor jezelf. En dan ontwikkel je eigenlijk volgens mij maximaal. En dat betekent alleen maar liefde. Nee. Ja, super, heel leuk dat jullie er waren. Bedankt dat je erbij mocht zijn. En ja, ook een dikke knuffel. Ja. Jawel, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Sowieso, mensen, vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. En op het belletje. Je weet... Sowieso, vandaag hebben we gezien dat deze jongens er alles aan hebben gedaan om te winnen. Het is ze niet gelukt, ze kwamen net wat tekort. Maar uiteindelijk kunnen ze gewoon tevreden zijn, want ze hebben er alles aan gedaan. Toch of niet, Dylan? Ja, toch? Hoe vond jij het vandaag? Vond je het goed of niet? Was alles top? Heel erg top. Morgen lekker voetballen. Oh, jij gaat morgen voetballen? Ja, morgen. Hey, maar Dylan, ben je nou voor Sparta of voor PSV? Voor Sparta. Oké. Ja. Want wij zijn echte mannen! En wij geven iedereen alleen maar liefde! En wij zeggen altijd positief! Tot de volgende keer.